Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verboerd. Vandaag heb ik een nieuwe video. Zoals jullie aan de titel hebben gezien, maak ik vandaag weer een nieuwe shoplog voor jullie. Ja, jullie houden echt van shoplogs. Ik zelf hou ook van shoplogs. Ik hou van shoppen en ik hou van kleden en ik word altijd heel blij ervan. Volg me nog niet op Instagram, vergeet me niet te volgen. Sarah Verboerd, ik plaats heel vaak updates over mijn YouTube video op Instagram. Ik vraag jullie heel vaak dingen. Als je zin hebt in deze video, geef dan alvast een blauw duimpje omhoog. Als ik de 2000 likes, duimpjes omhoog heb gehaald, heb ik nog nooit gehaald. Maar dan ga ik een winactie doen. Dus wil je een hele leuke winactie, geef dan de 2000, haal de 2000 duimpjes omhoog. Verder moet je ook zeker abonneren, want echt een hele groot gedeelte... kijkers, is niet op mij geabonneerd. En vergeet ook niet de notificatiebel aan te zetten. Heb je dit nou allebei gedaan? Heb je nou maar geabonneerd? En heb je de notificatiebel aan? Maak er dan een screenshot van en stuur dit naar mij op DM. En misschien ga ik je wel terugvolgen. Verder iets heel erg leuks is dat ik deze video samen met Jessica maak. En ik ken haar van vroeger. Vroeger was ik een soort YouTube friends met haar. En deden heel vaak samen collabs. En het leek ons heel erg leuk. We kwamen pas weer in aanraking met elkaar. Om weer zo'n soort collab te doen. Het is natuurlijk nu coronatijd. We kunnen niet echt naar elkaar toe. En dus leek het ons leuk om allebei dezelfde soort video op te nemen. Dus zij neemt ook een hele leuke shoplog op. Vergeet niet op haar te abonneren ook. En haar video te kijken. Ik zal het in de beschrijving plaatsen. Oké, dan heb ik dus een pakketje van ASOS. En van een mega van... En een mega van de Comcat Fashion. Hiervoor openstaande. Jezus, het is zo groot. Ja, hier staat mijn adres. Dus dat gaan we niet laten zien. Want dat vergeet ik altijd. Ik heb echt... Oh, ik ben zo fucking benieuwd. Die van Comcat Fashion die ligt er echt al heel lang. En ik ben elke keer zo fucking excited om hem open te maken. Maar ja. Dan moest ik weer wachten op ASOS. En ASOS stuurde... Comcat Fashion was voor mij echt letterlijk binnen een dag. En die van ASOS duurde wel iets van 1,5 week, 2 weken. Maar dat komt denk ik ook door corona nu. Dus dat is wel wat jammer. Ik ga beginnen met die van Comcat Fashion, want het is echt mega veel. En ik ben gewoon zo benieuwd. Als eerst zie ik deze tas. En hier, dit is zo'n tas. Dat wil ik al zo lang. Ik hoop echt, hij is wel echt groot. Holy shit. Dat is echt chill. Ik val, bij mij past namelijk altijd niks in de tassen en zo. Oh my god, zo leuk. Maar je kan hem zo doen. Je kan hem zo dragen, maar je kan hem ook zo. En dat wil ik echt. Hij is zo leuk. Kijk hoe leuk jongens. Dus hij heeft dus zo'n sluiting. Twee vakken en een ritsvak. Heel handig. Lekker groot. Echt heerlijk. Oh, deze vind ik echt top. Deze vind ik echt, echt heel erg leuk. En het chillen is dat dit zeg maar een soort zwarte metaal is. Het is geen zilver en het is geen goud. Dus dit kan je letterlijk bij elke outfit aandoen. Want ik... Dan heb ik deze jas. Deze vind ik ook heel leuk. Ik heb zo'n soort jas, maar dan van een iets ander materiaal en met meer... beige tinten. Maar je ziet deze groene ook echt overal. En deze vind ik ook echt kapot leuk. En ik kon hem dus nergens vinden. En hier was hij dus wel. En ik heb deze in een maat M. Oh, hij is zo lekker zacht. Oh, heerlijk. Oh, ja. En ik wilde hem dus lekker een beetje oversized. Dus dan heb je hem zo. Ik ben... By the way, 71 voor de mensen die het zich afvragen. Heel erg leuk. Lekker oversized. Hij is zeg maar oversized, maar die mouwen zijn wel gewoon goed op mijn handen. Dus dat is echt top. En dit is een iets meer zomer voorjaar stofje. En die andere is echt een soort wol. Dikke wol. En dat is natuurlijk ook een beetje warm. Dus dit is echt perfect. Ik ga deze denk ik vanavond aan op mijn werk. Oh, hij is zo zacht, jongens. Hij is zo lekker zacht. Dan heb ik schoenen. Ik heb echt hele leuke laarsjes. In ieder geval, dat hoop ik. Het zijn dus laklaarsjes. Een beetje lak. En ze zijn dus open. Nou, hoe leuk. En het heeft dus gouden details. Dit is zo leuk voor de zomer. Gewoon van die open laarsjes. Please God, laat me ze passen.
Oh, perfect! Kijk, zo zien ze er dus uit. Ik hoop dat jullie het nu zien, maar zo zien ze er dus uit. Echt heel erg leuk voor de zomer dat ze zo open zijn. En ik vind dat lak ook echt heel erg leuk. Ik moet er dus geen sokken in doen, maar ja. Ik vind dit echt heel leuk onder bijvoorbeeld een mom jeans of een jeans met gaten. Het zit ook lekker, zit perfect. Ik heb dus maat 38. Valt gewoon precies hoe je maat valt. Ik heb nou maat 38, dus ja, perfect. Ik vind het altijd zo spannend met schoenen om het bestellen online. Maar dat is helemaal goed. Dan heb ik een broek. Oh ja, ik heb een zwarte mom jeans. En ik hoop echt dat ik hem pas. Ik heb namelijk altijd best wel wat bredere heupen en ik kom dus zeg maar geen één broek in. Ik heb hem namelijk ook in maat M gedaan, maar ik moet sowieso een riem omdat om mijn middel is het dan altijd weer te strak. Maar ja, ik ga het gewoon even proberen. Oh my god jongens, ik ben zo blij. Hij zit gewoon perfect. Hij zit letterlijk gewoon perfect. Hij zit hier aan de achterkant een heel klein beetje los, maar dat heb ik eigenlijk altijd wel omdat hier gewoon echt een grote maat nodig voor is. Maar daar kan ik gewoon een riem omheen voor doen. En verder zit hij dus zo. Het is echt zo'n white fit mom jeans. Zo dus. Echt heel leuk. Alleen hier dus een beetje wijd. Maar dat heb ik eigenlijk altijd in mijn broeken. Ik heb het echt bloedheet. Oké, dan next heb ik dit hele leuke shirt. En deze was volgens mij of in maat SM of in maat ML. En ik heb maat SM. Ik hoop dat hij ook een beetje lekker oversized is. Dit staat er dus op. Brave. En een cijfertje. Wel leuk dat het een wit shirt is. Want ik heb dus heel weinig witte shirts. Oh, dit vind ik, ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Dit is gewoon altijd chill. Altijd goed. Ja, dit staat gewoon echt heel leuk. Ik zat ook echt leuk op zo'n broek. Ik doe altijd wel een beetje mijn shirt zo erin. Zo staat hij dus. Je kan ook nog altijd die mouwtjes zo oprollen. Dat gaat nu een beetje moeilijk nu ik hem aan heb. Maar dat vind ik ook altijd nog wel leuk. Ik zweet me echt dood jongens. Het is zo fucking heet. Oké, dan het laatste volgens mij. Ja, het laatste. Oh ja, dit is een legging. Dit is zo'n latex legging. Weer latex. Het is echt heel heet zo'n legging. Maar ik vind dat gewoon zo leuk. En ik had er dus één, maar die was van Shein. En die was echt niet goed. Die was veel te wijd geworden. Het was een soort broek en het was heel erg raar. Oh, dit ziet er wel beter uit al. Ja, dit is echt al 100 keer beter dan wat ik had. Zo. Ik heb maat ML. Ik hoop dat het ook was. Ik vind dit altijd gewoon heel erg chill. Ja, met zo'n oversized shirt of zo. Of, ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk. Ik ga hem even aandoen. Oké, ik had het al bloedheet. En zo'n legging aandoen, dat is echt een sport. Want het moet natuurlijk heel strak zitten. Maar hij zit wel. En hij zit ook goed. En ik pas hem ook. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Hij zit hier een beetje aan de lage kant. Maar het kan ermee door. Het kan gewoon prima. Als je gewoon zo een shirt erop doet, vind ik dat echt heel erg leuk. Ik ben echt blij dat ik hem pas, want bij mij is het altijd zo kut of het wel past of niet. Echt heel leuk. Dus ja, zoek je nog zo'n soort legging, de Concrete Fashion heeft die dus. En volgens mij was die ook niet zo heel duur, maar ik zal alles wel hier in beeld zetten. Ik heb het echt gewoon bloedheet. Oké, dit was dus het hele mega pakket van de Concrete Fashion. Nu heb ik nog een pakket van de Avos. Hier heb ik hakken besteld. Hoop echt dat ze goed zitten. En deze hakken zijn van Misguided. En het zijn gewoon simpele zwarte hakken. Oh nee, ik heb deze gewoon in maat 38 weer. Nou, ze zijn echt perfect jongens. Weer echt perfect. En ze waren volgens mij helemaal niet duur. Volgens mij waren ze echt 20 euro of zo. Dit zijn ze dus. Heel erg leuk. Ze zijn gewoon simpel zwart. Ze zijn echt top. Ik zou natuurlijk sowieso alle links in de beschrijving zetten van alles wat ik heb.
Oké, dan bij de ASOS heb ik nog 3 topjes. En dit is echt van die chille zomertopjes. Eentje, die was 4 euro in de sale. Nou, dat kan ik gewoon niet laten liggen als het 4 euro is. Dit heb ik niet besteld. Oh, ik denk het zit zo. Maar het is gewoon een body, toch al. Kijk, dit is gewoon een top die zo zit. En het is dus een body. Dus ik ga het even aandoen. Ik heb hem even met deze broek aangedaan, want ja, anders is het kut. Ik vind zo'n top heel chill omdat dit gewoon helemaal open is. En als je dan lekker buiten loopt in de zon, wordt dit gewoon helemaal bruin. En dan heb je een bandje of weet ik veel iets. Maar het is dus een body, hij zit zeg maar gewoon zo vast. Ik heb even deze broek erbij aangedaan. Deze was dus 4 euro. Dan heb ik nog 2 bandeaus in het zwart en in het wit. Want een bandeau is ook altijd goed. En dit vind ik ook gewoon chill op high-waisted broeken. Want ik weet dus nooit wat ik op een high-waisted broek aan moet. En dan een bandeau is top. Ze zijn allebei net van een ander materiaal. Deze is echt van zo'n normale stof. En deze heeft ribbels. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, dat wist ik niet. Deze heeft ribbels, als je kunt zien. Ik heb liever eigenlijk gewoon zo'n stof, maar daar heb ik deze nu dus voor. Ik ga deze even aan doen. Oké, ik heb de bandeau aan. Er kan dus zeg maar niet heel veel misgaan aan een bandeau. Het is gewoon een zwarte topje dat zo zit. En dit vind ik gewoon heel erg leuk op mom jeans, omdat mom jeans al wat wijder zijn. En dan heb je gewoon zo'n strak topje erop, dat is gewoon heel erg leuk. Maar ja, het kan natuurlijk eigenlijk op van alles. Je kan het echt met alles combineren. Wil jij dus een leuke basic bandeau of body? Ja, bij ASOS hebben ze ze dus. Ik heb deze in maat 36. Die andere heb ik in maat... Oh jongens, ik heb die body in maat 38. Oké, nu heb ik de witte bandeau aan. Deze is dus wat langer. Dat zag ik ook op de site. Maar... Zo. Dat heb ik ook op de site gezien. Maar ik kon dus letterlijk geen andere witte bandeau vinden. En ik wilde er wel gewoon één. Ik vind het ook niet erg dat er eentje wat langer is. Je ziet alleen deze bij haar wel doorschijnen. Dus moet ik een andere onderaan. Maar ja, heel erg leuk bandeau. Alright, dit was dan alweer de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je een video leuk vond, vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Vergeet niet te volgen op Instagram. En natuurlijk te abonneren. Belletje aan te zetten, hiervan screenshot te maken en naar me te DM'en. En iedereen die dat doet, heb ik ook meteen echt een super gezellig gesprekje mee. Dus dat vind ik echt heel leuk. Ik vind het sowieso echt zo leuk om met jullie contact te hebben en met jullie te praten. En ja, dat is gewoon allemaal mogelijk door jullie, dus dat vind ik gewoon echt heel leuk. Dit is ook niet de video van Jessica te checken. Zij heeft ook een hele leuke shoplog. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. Linkjes van de kleding zet ik in de beschrijving. Voor de mensen die het afvragen, ik ben 1,70. Dat wordt heel vaak gevraagd om mijn shop los. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!